We ademen eens diep in en weer rustig uit. We laten onze ogen eerst ontspannen. Laat je spiertjes een beetje bewegen. Spiertjes van je ogen. Trek je wenkbrauwen een beetje op. En laat je oogleden helemaal ontspannen. Laat de ontspanning dan ook door je gezicht en de rest van je lichaam gaan. Voel elk deel van je lichaam zich ontspannen. Vanaf je romp tot aan je ledematen. Elk deel van je lichaam. Geef jezelf de kans tot rust te komen. Als we nog wat spanning voelen, geven we dat even de tijd om een beetje weg te ebben. We besteden wat aandacht aan ons innerlijk, hoe we ons van binnen voelen. We laten de gedachten en de gevoelens door ons heen gaan, zonder af te dwingen, zonder af te dwalen. Zonder iets te weerstaan, zonder voor te borduren, maar simpelweg alles te laten passeren, net als de wolken in de blauwe lucht, in de openheid van ons bewustzijn, heeft elke gedachte, elk gevoelen een plaats. En is evenveel waard, zonder voor- of afkeur. In ons dagelijks leven hebben we misschien wel een mening over welke gedachte ons vooruit helpt en welke niet. En daar is niks mis mee. Maar we leren in meditatie om niet met voor- en afkeur te reageren, emotioneel, op onze gedachten, een respons te geven. Maar we laten alle dingen zoals ze zijn, en het is goed. We zijn tevreden in het hier en nu.
alles is zoals het is. En als we ons tevreden voelen met het hier en nu, groeten we het midden in onszelf, de middenruimte in het hier en nu. We groeten de middenruimte in onszelf. Aan het einde van onze inademing, bij het keerpunt van de ademhaling, voelen we de plaats waar we ons thuis voelen. We hoeven daar niet meteen 100% altijd te zijn. We worden er geleidelijk aan meer bekend mee. Meer vertrouwd in het midden van onszelf, in het hier en nu. En als we willen, kunnen we ons iets herinneren in onszelf. Zoals een beeld van een maan, van een zon of van een ster, die schittert in onszelf, in de kern van ons wezen.
En dan komen we geleidelijk aan het einde van deze korte meditatie. We worden ons geleidelijk bewust van onze zintuigen. We horen de geluiden om ons heen. En we horen misschien de geluiden van de buren. We worden ons bewust van de stoel of het kussen waar we op zitten. We worden ons bewust van onze omgeving. En terwijl we ons nog steeds bewust zijn van de middenruimte, doen we geleidelijk onze ogen open. En ik sluit af met een korte recitatie. Sappaputtanupāvena, Sappadhammanupāvena, Sappasanghanupāvena, Sathāsoti, Bhavantu te.